De Achterhoek, een krimpgebied in het oosten van ons land. Een prachtige regio, maar het mist snelle verbindingen, een hogeschool en een universiteit. Jongeren trekken weg en komen niet meer terug. Waar zien jongeren hun toekomst? Ik ben Daan Berendsen, ik ben 18 jaar en ik woon in Doetinchem. Mijn naam is Melissa Hollink en ik studeer directiesecretaris op het Graafschap College in Doetinchem. En ik woon in Doetinchem. Wat ik mis is vooral wat betere uitgaansgelegenheden, want je hebt niet hier zo heel veel. Het is ook niet echt een hele bruisende binnenstad. Dus dat is wel iets wat ik mis. Ik vind het centrum van Doetinchem heel erg leuk, omdat het een gemoedelijke sfeer heeft. En je kunt er leuk uitgaan. Door de week staan de kroegen, zijn dus af en toe de clubs zijn helemaal niet open. Of op donderdag dan, dus gaan ze om 2 uur al dicht of zo. Dus dat is allemaal wel wat minder. En ik durf in Doetinchem gewoon nog in mijn eentje over straat. En dat heb ik in grotere steden wat minder. Een bruisend uitgaansleven, daar valt over te twisten. Evenementen en festivals, dat heeft de Achterhoek zeker. Ik mis hier zeker een goede hogeschool of hbo-opleiding waar je dat kan doen. Want ik wil graag hbo-journalistiek studeren. En dat is eigenlijk alleen maar in Zwolle of Utrecht of Tilburg en niet hier zo in de Achterhoek. Ik vind het prettig om hier te wonen. De sfeer is goed. En ik voel me gewoon thuis in de Achterhoek. In de Achterhoek missen we een aantal faciliteiten. Maar er liggen ook kansen. Wil je weten welke? Kom aanstaande donderdag naar de landelijke conferentie Bevolkingsdag Achterhoek.